Het stationsgebouw van Fideris verkeert nog in de originele staat zoals het werd gebouwd bij de opening van deze lijn. Voor de haltes op de route werd een prototype ontwikkeld voor hoofdstationsgebouwen en één voor de kleinere tussenstations, zoals deze in Fideris. Beneden was dan het station en boven woonde de stationschef en zijn gezin. En sinds 1889 is hier nauwelijks iets veranderd. Qua bouwstijl sluiten de stationsgebouwen aan bij de boerderijen van toen. Landquart, Kloosters en Davos gelden als hoofdstations. Daar verrezen dan ook relatief grote stationsgebouwen. We passeren het dorpje Kublis op onze reis door de zogenaamde Prättigau-vallei. Dit dorp met nog geen 1000 inwoners geldt ook als een tussenstation. In de Prättigau-vallei werkten de mensen vanouds in de houtindustrie, maar de inkomsten komen nu grotendeels uit het toerisme. De vallei wordt doorsneden door de rivier de Landquart, die in onze startplaats met dezelfde naam uitmondt in de Rijn. Over een lengte van 50 kilometer klimt de spoorbaan van 500 meter hoogte naar ruim 1500 meter. De rails kennen hier een stijgingspercentage van maar liefst 44 promiel. En daarmee is dit het op één na steilste deel van ons traject. We passeren het dorpje Saas, niet te verwarren met Saas-Fee, de mondaine skiplaats in kanton Wallis.